Ik houd van u, o God. U bent oneindig beminnelijk. En ik zou liever sterven terwijl ik u lief heb, dan één ogenblik te leven zonder u lief te hebben. Ik houd van u, o mijn God, en ik wens niets anders dan de hemel, om zo het geluk te hebben om u volmaakt lief te hebben. Vanaf 1827, 9 jaar na de aankomst van Jean-Marie Vianney, werd Ars, een klein dorpje van 230 inwoners, in het departement Ain in Frankrijk, een belangrijk pelgrimsoord. Van 20.000 personen in 1827 tot 80.000 in 1859 wist een ononderbroken stroom van pelgrims van alle leeftijden, rassen en geloofsovertuigingen het dorpje te vinden. Wat was er zo bijzonder aan Jean-Marie Vianney, de kleine nederig pastoor van Ars, dat hij zoveel mensen wist te trekken? Wat kwamen zij zoeken in Ars? Deze pastoor heeft iets verrassends. Maar wat? Dat is ongetwijfeld waar deze mensen naar zoeken. Ze hebben behoefte aan een persoonlijk contact met Jezus Christus. En ik denk dat deze priester, Jean-Marie Vianney, de aanwezigheid van Jezus Christus echt zichtbaar maakte. Wat was het geval bij deze pastoor van Ars? Hij hield van zijn parochianen, niet alleen met een theologische liefde, dat wil zeggen de liefde waarmee God ze lief heeft, maar hij wist ook wanneer ze in staat waren tot heiligheid, in staat waren om met de genade van God te beantwoorden aan Gods liefde. En dat is, naar mijn idee, een buitengewone openheid. Ik denk dat de blik van de pastoor van Ars allereerst een blik van hoop is op de mens, want het is de blik van God zelf. Wat me echt heeft geraakt, wat me echt heeft geholpen de spiritualiteit van Jean-Marie Vianney en zijn priesterschap te begrijpen was, toen ik voor de eerste keer zijn kerk in Ars binnenging. Het is in zekere zin nauwelijks meer dan een hut. Het is een kleine, simpele en bescheiden kerk, een weinig spectaculaire kerk, waar je voelt dat het priesterschap dichtbij de mensen is. De samenhang van het leven waartoe paus Franciscus ons oproept, beleefde de pastoor van Ars volop. Hij kwam aan in een arme parochie en zei: ik, priester, wil niet beter leven dan mijn parochianen. En hij stuurde de kasteelvrouw van Ars alles terug wat ze in zijn pastorij had gezet om hem beter te ontvangen. Hij wilde even arm leven als zijn parochianen. De mensen van Ars zullen gezegd hebben: onze pastoor is niet zoals de anderen. Alles wat hij zegt, doet hij ook. Vandaag neemt Net voor God u mee naar Ars-sur-Formance, een klein agrarisch dorp in Frankrijk op 30 kilometer ten noorden van Lyon, een regio die bekend staat om zijn vele meren in het plateau van Dombes. In dit kleine verloren gehucht woonde en leefde van 1818 tot 1859 Jean-Marie Vianney, een kleine plattelandspriester. Zijn leven, dat volledig was georiënteerd op God en op het heil van de zielen, zou, zoals paus Johannes Paulus II heeft gezegd, een teken zijn en in Frankrijk en daarbuiten een soort spirituele revolutie veroorzaken. Jean-Marie Vianney werd geboren in Dardilly, vlakbij Lyon, op 8 mei 1786 in een gezin van eenvoudige boeren, 3 jaar voor het begin van de Franse Revolutie. Hij was de vierde in een gezin van 6 kinderen, waarvan de bekendsten zijn François en Marguerite, de metgezel uit zijn kindertijd. Zijn moeder, Marie-Claudine Belluze, die een rotsvast geloof had, en zijn vader, Mathieu Vianney, die enorm hard werkte, hadden de nodige invloed op het leven van Jean-Marie. Zijn moeder zal hem de liefde voor God bijgebracht hebben. Van haar leerde hij op zijn knieën bidden, God kennen en beminnen.
Bijzonder was dat zijn moeder al heel vroeg onderscheidde dat er bij deze jongen iets was dat ze niet bij de andere kinderen vond. Ze zei tegen hem, zie je, als jouw broers zondigen, zou mij dat pijn doen. Maar als jij Jean-Marie zou zondigen, zou me dat nog veel meer pijn doen. We kunnen ons afvragen, maar wat is het geheim van de pastoor van Ars? Ik was heel verwonderd het antwoord te horen van de kardinaal Wellin. Het geheim van de pastoor van Ars is Maria. Hij heeft bij Maria geleerd zich tot God te wenden met een zuiver hart, een rechtvaardig hart, een hart gegrepen door de liefde voor de Heer, en hij zag in Maria het model voor het christelijke gebed. Het leven van Jean-Marie Vianney was enerzijds een heel gewoon leven en anderzijds een leven dat heel veel harten geraakt heeft. Hij werd geboren in 1786, dus 3 jaar voor de Franse Revolutie. Dat is een belangrijk detail, omdat de pastoor van Ars sterk beïnvloed zou worden door priesters die hun levens riskeerden door trouw te blijven aan Rome. Er waren als het ware 2 kerken tijdens deze periode. De priesters die gehoorzaamheid hadden gezworen aan de Republiek en zij die trouw wilden blijven aan Rome en die men weerspannige priesters ging noemen. Als kind ondervond hij dat zijn ouders bereid waren om hun leven in de waagschaal te stellen voor Jezus. Want ze gingen 's nachts naar de mis die gevierd werd door een weerspannige priester. Ik denk dat dit een grote indruk maakt op een kind, zodat het zegt, mijn ouders zijn bereid hun leven te riskeren voor Jezus. Het loont blijkbaar de moeite. Het is zo belangrijk dat men bereid is alles op te offeren. Zijn zus Marguerite getuigde later dat Jean-Marie, toen hij klein was, vaak zei, als ik priester was, zou ik graag veel zielen winnen voor de goede God. Hij had dus al heel jong een priesterroeping. Hij sprak erover met zijn moeder en daarna met zijn vader, die niet erg was ingenomen met deze roeping. Waarom? Het was een boerengezin en in de landbouw had men alle handen nodig om mee te helpen. Al van jongs af aan hoedde Jean-Marie de kudde. Jean-Marie en zijn moeder zouden geduld nodig hebben om uiteindelijk zijn vader te overtuigen. Eerst en vooral moet u weten dat hij veel heeft geleden tijdens zijn opleiding. Hij was 17 jaar toen hij voor het eerst naar school ging. Hij kon toen lezen nog schrijven. Hij werd in de begintijd op school gezien als een groot idioot, te midden van de andere kinderen en adolescenten. Iedereen spotte met hem. Hij probeerde te studeren aan het seminarie. Hij sprak zelfs geen Frans, alleen dialect. En men wou hem Latijn leren. De arme jongen, hij begreep zelfs geen Frans. De voorzienigheid wilde dat het zijn parochiepriester was, Abt Ballet, die hem opleidde. Die moet verwonderd zijn geweest over Jean-Marie. En diens bijzondere genade, de innerlijke vroomheid en de overgave waarmee hij bad en priester wilde zijn. En daarom was hij bereid zich helemaal voor hem in te zetten. Abt Ballet bracht vele uren met Jean-Marie door om hem intellectueel te vormen en was zijn belangrijkste rolmodel voor het priesterschap. Na meerdere jaren werd Jean-Marie Vianney uiteindelijk in Grenoble tot priester gewijd, alvorens hij in 1818 naar Ars gezonden werd om daar pastoor te worden. Hij kwam in februari 1818 aan in Ars, het kleine dorpje van 230 inwoners dat in die tijd nog geen parochie vormde. We kennen het verhaal van zijn aankomst in de mist, want toen waren daar veel moerassen. Jean-Marie Vianney was een beetje verdwaald, totdat hij het geluid hoorde van een kudde. Hij dacht bij zichzelf, als er een kudde is, is er een herder. Hij maakte kennis met Antoine Givre, de kleine herder, tegen wie hij vervolgens zei, jij hebt mij de weg naar Ars getoond, ik zal je de weg naar de hemel tonen. In deze korte zin, in deze woorden die hij tot de herder sprak, is eigenlijk zijn hele roeping samengevat. Het beschrijft precies wat hij deed tijdens de 41 jaren die hij in Ars doorbracht. Hij probeerde aan ieder de weg naar de hemel te tonen.
Hij wees zijn parochianen de eenvoudigste, maar niet per definitie de meest gemakkelijke weg om er te komen. Doordat hij zelf van kinds af aan de barmhartigheid van God had ervaren, kon hij een getuige en een pastoor zijn vol mededogen jegens hen aan wie hij gezonden was. Man van beschouwing en van actie zou zijn leven heel snel zijn omgeving uitdagen. Toen hij aankwam in Ars, knielde hij voor het altaar om daar om de bekering van zijn parochie te vragen. Hij bad: Jezus, geef mij de bekering van de parochie. Ik ben van alles bereid opdat mijn parochie zich bekeert. Geleidelijk aan raakte hij innerlijk getransformeerd door dit intense gebed, deze vele uren van bidden. Er is een amusante anekdote. Toen hij aankwam in Ars, bracht hij lange uren door in zijn kerk voor het altaar. 'S nachts, en de mensen van Ars zeiden tegen elkaar: het is vreemd, zou hij misschien een schat hebben ontdekt? Ze kwamen kijken wat de pastoor gevonden had. Ik denk dat hij een echte schat had gevonden, maar het was niet de schat die zij verwacht hadden. Het was Jezus Christus zelf. Hij had hem ontdekt alvorens in Ars aan te komen, maar stelde zich volledig ter beschikking aan Jezus Christus om zijn priesterschap te vervullen. De mens is een arme die het nodig heeft om alles te vragen aan God. Wat hij hier zegt, daar is hij het levende voorbeeld van. De pastoor van Ars was echt een arme, menselijk en intellectueel. Het heeft hem veel moeite gekost om priester te worden. Hij had geen goed geheugen. Hij was ook echt angstig. Hij was als de dood bij het idee in het openbaar te moeten spreken. Voor een priester is dat nogal gênant. In die tijd leerde men elke preek uit het hoofd. Het was de tijd van de gouden eeuw van de preken van Lacordaire die 3 kwartier duurde. Maar hij beklom het preekgestoelte en vergat de helft van de preek die hij gedurende die week uit het hoofd had geleerd. Hij was echt een arme. Overigens, de kasteelvrouw van Garay heeft eens gezegd terwijl ze hem weer van de preekstoel af zag dalen: we hebben soms medelijden. Mijn God, wat moet dat niet geweest zijn? Hij was echt een arme, maar hij gaf zich aan de Heer zoals hij was. Aan het einde van hoofdstuk 9 van het Evangelie van Matteüs zien we dat Jezus steden en dorpen doortrekt om het woord van God te onderrichten en elke zieke en gehandicapte geneest. Het priesterschap van Jezus is dus het onderrichten, het verkondigen van het goede nieuws en elke zieke en gehandicapte te genezen. En er wordt gezegd in het Evangelie van Matteüs: toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, want ze waren als schapen zonder herder. Het priesterschap van de pastoor van Ars was ook zo. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden, tot in zijn diepste geraakt door de liefde van God voor de mens. En hij deed zoals Jezus, het goede nieuws verkondigen en de zieken genezen. We onthouden veel van de pastoor van Ars. Zijn uren doorgebracht in de biechtstoel, zijn manier om de Eucharistie te vieren, en dat is echt belangrijk. De pastoor van Ars was een man van God, maar we benadrukken misschien niet genoeg dat de pastoor van Ars ook mens voor de mensen was. De pastoor van Ars heeft echt een harde strijd geleverd opdat iedereen de zondag vrij had om naar de mis te kunnen gaan en van de dag des Heren te genieten om te rusten. De herenboeren die in de mis waren, terwijl hun knechten moesten werken, waren helemaal niet tevreden en verenigden zich tegen hem. Altijd vol zorg om de gezinnen en om al het leed in zijn omgeving, voerde de pastoor van Ars ook een kruistocht om de zogenaamde cabaretten te sluiten, waar mannen elke avond na een harde dag werken het karige loon kwamen verbrassen aan drank. Het bal van Ars was beroemd in de hele streek.
De jongens wisten dat wanneer ze gemakkelijk te versieren meisjes wilden vinden, ze naar het bal van Ars moesten gaan. De pastoor van Ars was goed geplaatst. Zijn pastorie bevond zich net tegenover het marktplein. Het volstond dat hij door het venster keek om de jongeren het bal te zien verlaten en naar de schuur te gaan, zo discreet mogelijk, maar toch kon hij ze goed gadeslaan. En het resultaat zag hij ook. Veel meisjes werden zwanger en werden tienermoeders. In die tijd betekende tienermoeder zijn een kruis over je leven. Je moest je kind afstaan, zag het haast nooit meer terug en moest tenslotte zelf dienstmeid, ik zou zelfs zeggen slavin, worden op de boerderij. De pastoor van Ars kreeg medelijden, in de echte zin van het woord, met deze meisjes en wou hen hun waardigheid teruggeven. Men vertelt het volgende wonderbaarlijke verhaal. De pastoor van Ars hield ervan de mensen te bezoeken en op een dag zei hij in een van de huizen tot de ouders: uw dochters, gaan ze naar het bal? Wel ja, meneer pastoor, maar weet u, hoeft zich niet ongerust te maken. We spreken ze goed toe voordat ze vertrekken. Vervolgens nam de pastoor van Ars een handvol stro, gooide het in de haard en zei: stro, ik gebied je niet te branden. Waarop de ouders natuurlijk antwoordden: maar meneer pastoor, wanneer men stro in het vuur gooit, zal het branden. Hij antwoordde: wel nu, zo zal het zijn met uw dochters. U zendt hen naar het bal en zegt hen brand niet. Wanneer ze naar het bal zullen gaan, zullen ze branden. Hij besloot zich persoonlijk met de zaak bezig te houden. Op een dag bezocht hij de violist, die de muziek op het bal zou spelen, en vroeg hem: hoeveel betaalt men u om te spelen? 100 sou. Wel nu, ik geef je 200 en ga naar huis. Uiteindelijk slaagde hij erin het bal niet meer te laten doorgaan. Niet door een overdreven, rigide moraal, maar door de liefde voor deze meisjes, wiens leven hij gebroken zag. Zijn verlangen om de mensen terug te brengen tot God was niet gemakkelijk te realiseren. Hij ondervond sterke tegenwerking. Petities circuleerden tegen hem. Op een dag vroeg een gezant van de bisschop, die hem kwam bezoeken, aan hem: zie hier, er zijn petities die bij de bisschop aankomen. Wat moeten we ervan denken? Hij antwoordde: oh, ik ken die petities. Trouwens, je moet ze maar bekijken. Ik heb ze zelf ook ondertekend, want ik ben niet in staat pastoor van Ars te zijn. Jullie moeten me overplaatsen. Je moet van je kruizen houden. Kruizen verpletteren ons wanneer we ze ondergaan. Maar je moet liefde van het kruis vragen. Wat er zo mooi is aan de pastoor van Ars, is dat hij werd verteerd door de liefde van God. Hij stelde de zonde aan de kaak, maar zei daarbij: wat is het jammer. Als God niet zo goed zou zijn, maar God is goed. Het is niet de zondaar die tot God komt om hem vergeving te vragen, maar het is God zelf die achter de zondaar aanloopt en hem naar hem terug doet komen. Onze fouten zijn zandkorrels vergeleken bij de bergen barmhartigheid van God. De goede God wil ons gelukkig maken en wij willen het niet. De kern van de boodschap van de pastoor van Ars was te laten zien dat God goed is, dat God ons geluk wil en dat het beantwoorden van de liefde van God het verwelkomen is van de echte vreugde die hij ons wil geven. Maar hiervoor moeten we erkennen dat we arme zondaars zijn. Het is waar dat de prediking met het oog op bekering de mensen doet knielen om dit sacrament te ontvangen. Het dagprogramma van de pastoor van Ars was indrukwekkend. Dat begon midden in de nacht om 1 uur in de vroege morgen. Dan ging hij de biecht afnemen. Dat deed hij tot 17 uur per dag. Want hij zette al zijn krachten in om de mensen te doen verzoenen met God. Hij had de barmhartigheid van God ontvangen en zocht er zonder ophouden naar om die door te geven.
Tijdens een van mijn vele bezoeken aan Ars werd ik heel erg geraakt door de dagindeling van de pastoor van Ars. En in het bijzonder zijn charisma voor het sacrament van de verzoening. Een sacrament dat men de laatste decennia in mijn Duitse Lutherse kerk beetje bij beetje herontdekt. En het is waar dat ook in het leven van Maarten Luther de barmhartigheid van God iets heel bijzonders was. Maarten Luther had het diepe bewustzijn een zondaar te zijn. Hij was monnik in een heel strenge kloosterorde die hij nauwgezet volgde. Hij biechtte heel overmatig, heel vaak. Maar hij vond geen vrede, want het beeld van God dat hij had was het beeld van een straffende, wraaknemende God die wel rechtvaardig was, maar in die zin dat hij strafte wie dat niet was. Luther werd daardoor heen en weer geslingerd in zijn geweten, tot op de dag dat hij een ontdekking deed in het woord van God die heel zijn leven overhoop zou gooien. Terwijl hij in een toren zat, in zijn cel, bestudeerde hij een uittreksel van de brief van Paulus aan de Romeinen, die gaat over de gerechtigheid van God. Luther had bij het lezen van deze woorden een ervaring van de Heilige Geest. Hij ging daardoor begrijpen dat de gerechtigheid van God de gerechtigheid is die God geeft aan zondaars die hij uitdeelt. En God zou deze zondaar louter door barmhartigheid rechtvaardig maken. Het is op dit punt van de persoonlijke ontvangen barmhartigheid dat het getuigenis van de pastoor van Ars samenvalt met de ervaring van Maarten Luther. En dit punt kan ook een boodschap zijn voor christenen van alle denominaties vandaag de dag. De barmhartigheid van God, deze redding, kan ik persoonlijk ontvangen in mijn leven. De barmhartigheid van God is als een rivier die overloopt. Ze sleurt harten mee op haar weg. De pastoor van Ars deed niet anders wat alle pastoors doen. Hij gaf catechese, bezocht parochianen, gaf de sacramenten aan de zieken, vierde de mis, hoorde de biecht. Hij deed wat elke priester doet, maar hij deed het met de overtuiging dat het echt God is die handelt. En dat is het wat de pastoor van Ars deed stralen. Hij zei bijvoorbeeld, toen hij over de Eucharistie vertelde, over de werkelijke aanwezigheid, terwijl hij naar het abernakel wees, hij is daar, God is daar. En toen hij dat zei, zei hij eigenlijk alles. Hij kon niets anders meer zeggen. Meerdere minuten lang herhaalde hij is daar, hij is daar. Met een emotie en een overtuiging die de harten raakte. Hij stierf van uitputting op een leeftijd van 73 jaar op 4 augustus 1859. Het is elk jaar de dag van het grote feest hier in Ars, met mensen die van over heel de wereld komen. Ik ben verwonderd hoeveel harten de pastoor van Ars vandaag kan raken. Voor we trouwden waren er enkele moeilijkheden tussen ons die er echt voor hadden gezorgd dat onze wegen definitief uiteen zouden gaan. En zonder het van elkaar te weten zijn we allebei gaan biechten bij dezelfde biechtvader die ik niet kende. Hij heette vader Druguet en deze was echt wat men zegt over de heilige pastoor van Ars. Ik zag God in een mens. We kwamen enkele maanden later te weten, toen we elkaar terugzagen, dat we ons als het ware toevertrouwd hadden aan de handen van deze priester, die ons echt had heropgericht, ons weer had doen opstaan. En het is dankzij deze pastoor van Ars in wie ik het beeld zie van de heilige priester, dat ons huwelijk zich heeft kunnen herenigen, want het was echt beschadigd. De heilige priester, voor ons, dat is echt ons cement. Er was een gezin dat geen meel meer had.
En de pastoor van Ars zei, bid. En daarna was er een overvloed aan meel. Er was een zekere radicaliteit bij de heilige priester die vandaag voor ons een lichtbaken moet zijn, want we leven in een enigszins donkere tijd waar de ankerpunten verward zijn. Deze uitnodiging tot radicaliteit zal ons geluk zijn. Dat is wat belangrijk is. Het is daarom dat ik de nadruk leg op de blije, vrije en gelukkige dimensie van de pastoor van Ars. Als ik verdrietig was, zou ik meteen gaan biechten. Door Jean-Marie Vianney heb ik ook iets geleerd over mijn eigen priesterschap. Ik werd 2 jaar geleden priester gewijd. Ik mag zeggen dat ik een redelijk jonge priester ben in deze zin. En wanneer je een carrière begint als pastoor, een nieuwe zending, denk je dat je je talenten zal ontwikkelen, dat je veel zult bijdragen, dat je je priesterschap wilt ontwikkelen. Je wilt een christelijk leider worden. En in deze zin wens ik een ieder succes, niet voor zichzelf, maar voor het evangelie. Maar door het voorbeeld van iemand als Jean-Marie Vianney heb ik geleerd dat mijn priesterschap in het alledaagse veel efficiënter is en zelfs het meest efficiënt wanneer God door mijn zwakheden heen werkt. En het is echt vernederend om te moeten erkennen, maar dat is in feite de kern van het priesterschap voor mij. De plaats waar ik het meest doorzichtig ben voor de genade. De plaats waar ik een instrument kan zijn in de handen van God. Het is de overvloedige pastorale liefdadigheid van de pastoor van Ars die van hem een rolmodel gemaakt heeft. Zoals Johannes Paulus II zei, had hij een bijzondere manier om priester van de Heer te zijn. En heeft hij dat in de grootste eenvoud beleefd. Het grootste wonder is dat hij in dit dorp van 230 inwoners ruim 40 jaar heeft kunnen leven. En er al die tijd nooit genoeg van had de goede pastoor te zijn te midden van deze mensen. Dat is het voorbeeld dat hij ons heeft gegeven. Ik hou van u, o mijn God. En mijn enige verlangen is u lief te hebben tot mijn laatste ademtocht. O mijn God, als mijn tong niet op elk moment kan zeggen dat ik van u houd, dan wil ik tenminste dat mijn hart het u elke keer als ik ademhaal zegt. En hoe meer ik mijn einde nader, hoe meer ik vraag om mijn liefde te doen groeien en die te volmaken. Amen. Het woord van de maand is uit het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 9, vers 13. Barmhartigheid wil ik, geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Deze maand verenigen we ons gebed met dat van de pastoor van Ars, opdat wij, zoals hij, de liefde en oneindige barmhartigheid van de Vader mogen proeven en ervaren in onze levens. Dat door kracht en verlichting te putten uit deze bron, wij op onze beurt getuigen mogen zijn van deze barmhartigheid tegenover de mensen om ons heen, om de moeilijkheden van het leven aan te kunnen.